Het Korps Militaire Politie is 48 leden rijker. Op woensdag 5 oktober hebben cursisten die de basisopleiding Militaire Politie met succes hebben afgerond, hun diploma in ontvangst mogen nemen. Dit vond plaats bij de Vereniging Officierssociëteit. De driejarige opleiding is een jaar geleden hervat na onderbrekingen vanwege COVID. Dit is weer een mijlpaal. U bent zojuist beëdigd en u gaat belast worden met militaire politietaken. En een groot deel is al genoemd. Ik ga twee daarvan benadrukken. Toetsen van handelingen van militaire landsdienaren. Strijdig met de militaire tucht en orde. Dat is één belangrijke taak. En de tweede is ondersteunende taken aan de politie, overige instanties. Vooral handhaving van wetten. En ik benadruk ook artikel 14, wet op het Nationaal Leger, waarbij de PG aan ambtenaren van de militaire politie zodanige instructies kan geven met betrekking tot opsporing en nasporing van strafbare feiten, goede justitie nodig acht. Dus we staan ook onder directe leiding, de leden van de militaire politie, onder directe leiding van de procureur-generaal. Om deze taken adequaat uit te voeren, heeft u kennis, vaardigheden gehad. Examen afgelegd, geslaagd, uw bewijs, is uw diploma geweest, dat heeft u al gehad. En vandaag heeft u de eed afgelegd. U heeft publiekelijk plechtig beloofd dat u trouw gaat zijn aan de wettelijke regelingen. Dat u alles in het werk zal stellen om een goede militaire politieambtenaar te zijn. Trouw te zijn, dat u wettelijke regelingen gaat naleven. En dat u voorbeeldig en onkreukbaar zich gaat opstellen. Heel veel mensen in de Surinaamse samenleving beloven dit. Militairen, politie, douane, brandweer, politici, artsen, overheidspersoneel. Maar wat zien we in de praktijk vandaag de dag? Ondanks deze eed of belofte, of kennis, of machtsmiddelen, want u heeft wapen en we hebben monopolie, politie en militairen, om geweld te gebruiken. Dat gezag wegzakt. Dat gezag minder wordt. En dat het vertrouwen in instituten aan het afnemen is. Maar ook dat die samenleving, dat de ordening in die samenleving, dat de naleving van wettelijke regelingen in organisaties, maar ook in die hele samenleving aan het afnemen is. Steeds meer mensen gooien vuil, om het zo eenvoudig mogelijk te beginnen. En het zijn kleine petflessen en propjes. En het wordt dan uiteindelijk zakken en televisietoestellen en weet ik veel wat. Maar niet alleen dat. In het verkeer, in het milieu, corruptie, het toe-eigenen van staatsmiddelen. We hebben het gezien de afgelopen periode. En de vraag is, willen we dit als samenleving? En hoe komt het dat dit plaatsvindt? En waarom kunnen de mensen die verantwoordelijk zijn om erop toe te zien dat wettelijke regelingen nageleefd worden, dat niet doen? Hoe komt dat? En dat komt door complexe factoren. Maar het is ook een complexe samenleving. Maar een van de belangrijke factoren is dat we nalaten om op te treden. Dat we nalaten om te zien. Dat we soms de andere kant op kijken. Maar dat we nalaten om persoonlijk te werken aan ons eigen gezag. En hoe komt dat gezag?
is onze verantwoordelijkheid. Het is nu onze verantwoordelijkheid. En dit is de oproep die ik doe aan iedereen hier. Niet alleen de mensen die net beëdigd zijn, maar elk een hier. Dat het onze taak en verantwoordelijkheid is om het gezag terug te brengen. Om het vertrouwen te versterken. Het is noodzakelijk om respect af te dwingen. En vooral orde en naleving van regels af te dwingen. Het kan niet alleen met kracht. Het kan niet alleen met geweld. Of met dreiging van geweld. Of angst. Of model zijn van één enkele militair. Of enkele MP'er. Militaire politieambtenaar. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om een compleet professioneel handelen van een heel team. Vanaf commandant tot de laatste man in de organisatie heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een professionele militaire politie, een professioneel nationaal leger, een professioneel overheidsapparaat. De opleiding is gestart in december 2019. Als we terugblikken, zien we dat we bijna 3 tot 4 jaar teruggaan. Met alle obstakels, een van de grootste boosdoeners was de COVID-pandemie. We zijn er doorheen. Met samenwerken, eenheid, tonen van eenheid, begrip voor elkaar en het opvolgen van orders, opdrachten, zijn we er onderuit gekomen. Dat is het verschil van ons. Wanneer men zegt militairen zijn anders dan anderen, dan moet je je verstand gebruiken en verder denken wat men bedoelt. Niet alleen denken aan het lijden. Of denken aan van commandant de Kwizuru. Nee. Aan het positieve. Waar we tegemoet, waar we aan toe streven. En alles wat je hebt geleerd, meegekregen in de opleiding. Je bent mens, je hebt de verstand. Je hebt de vrije wil. Wij zijn de enige wezen op aarde met de vrije wil. Dat wil zeggen dat we kunnen denken, dat wil zeggen dat we keuzes kunnen maken. Als je wordt gedood, komt het door jouw handelingen. En dat weten jullie ook. Zeker het personeel van de MSO. Het personeel, algemeen personeel van IDO, de kolonel, onder uw leiding wil ik iedereen bedanken. Zeker het personeel van MSO onder mijn leiding, direct onder mijn leiding, bedanken voor de afgelopen 3, bijna 4 jaren. Die ze volle inzet hebben gegeven. Harde aanpak, harde inzet, accuratie op het werk, efficiënt werken. Bepaalde militaire termen ga ik nu niet gebruiken. Maar we gaan uitvoeren. Achteraf mag je er oneens mee zijn. En we kennen de procedure van aanpak. Aan de cursisten. Ik feliciteer jullie bij deze nogmaals. Ik feliciteer jullie van harte voor jullie inzet. Jullie geduld. Een aantal van jullie werden ongeduldig. En dat weten jullie. Jullie staan nu allemaal hier. Wie heeft een voet of een been of een arm verloren? Of ben je verstand kwijt? Nee. Patiëntie. Kijk waar je nu staat. En we gaan verder.
Thank you.